Hallo allemaal, mijn naam is Johan van Restoration.bike. En in deze video leg ik je uit hoe je de correcte lengte van een Shimano ketting meet. Mocht je vragen hebben over dit meetproces, laat dan een comment achter. En mocht je het een leuk filmpje vinden, geef dan een like en subscribe op mijn kanaal. Zoals altijd wordt dat gewaardeerd. Oké, laten we beginnen. Allereerst dien je de ketting op het kleinste kettingwiel een kleinste voorblad te plaatsen. En het doel is om met een klein beetje spanning op de ketting deze in een rechte lijn van het onderste derailleurwieltje richting de onderkant van het kleinste voorblad te laten lopen. De ketting moet vrij kunnen lopen en niet tegen het bovenste derailleurwieltje ratelen. En de hoek tussen de twee bouten van de derailleurwieltjes moet ongeveer 15 graden zijn. Ik hoop dat je met veel plezier hebt gekeken naar deze video. Laat even weten wat jouw manier is om de correcte lengte van een fietsketting te meten. En dan hoop ik je weer te verwelkomen bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.